Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. We gaan dit keer weer 3 achtbanen doen. En de eerste is de Loop de Loop. Loop de Loop. Loop de Loop. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het een soort van... dat je naar achter wordt getrokken zo. Dat je dan gelanceerd wordt. Net als Walibi en zo. Misschien, ik weet niet. Dus dit voor iets. De Loop de Loop. En het ziet er naar uit alsof er iets gaat gebeuren. Dat we gelanceerd worden met een noodgang. Ik durf het niet te zeggen. Maar er zit wel een complete layout hier omheen gebouwd. En gaan we serieus heel langzaam over de kop. Het ziet er wel naar uit. Ja. Oké. Oh, holy crap. Dit heeft een heel gaaf gevoel. Oh jee. Oh jee. Oh, dat ging best wel relaxed. Dat was best wel vloeiend. Oh, dat was wel leuk. Dit is wel een heel apart baantje, joh. Gaan we naar beneden, maar een looping. Loop de loop. Gaat heel langzaam op de kop. Wel een heel mooie kleur ook. Zwart met rood. Ik vind dat wel heel gewaagd. Een beetje duivelskleuren. Gaan weer een loop de loop. Ja, weer een looping. Onder de grond. Hier krijgen we een soort van slaloms. Ook heel leuk. Ik vind de achtbaankeuze ook heel gaaf. Heel klein compact karretje. Hele dikke baan. Ziet altijd heel gaaf uit. Jammer dat hier die vaart een beetje eruit heeft. Dat vind ik jammer bij dat stuk. Daar had ik iets meer vaart in gewild. Oh, het einde. Oh, dat is wel gaaf dat ik dit erin heb gedaan, zulke dingetjes. Van die elementjes. We gaan ook trouwens wel heel erg langzaam nu, maar... wel heel gaaf gedaan dit. Oh jee, dan gaan we schuin. Dit is wel heel gaaf gedaan dit hoor. En zo komen we het einde van het station. Ja, ik vind het een heel bijzondere achtbaan. Dit hebben we ook nog helemaal niet echt gezien bij ons in de No Limits serie. Dus dit is zeker eentje die we niet vergeten. We gaan naar de volgende achtbaan. En van Loop de Loop gaan we naar Mission Speed. Klinkt heel erg als een snelle achtbaan. En dan gaan we in de Mission Speed. Een heel vrolijke kermiskleurige achtbaan. Heel erg groen met rood. Het is wel een hangachtbaan. Dat heb ik ook lang niet meer gezien in de No Limits series. Een lekkere hangachtbaan. En oh, een lekker tempootje krijgt hij al. Dat is ook wel heel erg lekker. En daar gaan we omhoog. En oh, wauw, hij heeft een hele grote looping als we hier zien. En het is nog best wel een hele grote baan. En het is heel weinig in elkaar gebouwd, zie ik. Het is heel erg ja, naast elkaar gebouwd, zie ik. Het heeft ontzettend veel loopings, halve loopings, zie ik. En kurkentrekkers, dus volgens mij wordt dit best wel een ruig baantje, de Mission Speed. Ik vind de kleurkeuze eigenlijk ja, echt wel een beetje kermis idee. Ik vind het jammer dat de ondersteuning ook groen is. Dat ook gelijk gewoon totaal groen, weet je al. Misschien had je iets van rood kunnen doen of terug laten komen. Ik denk dat rood dan beter had gepast bij de kleur in ieder geval. Daar komt de eerste halve looping. Ook een echt ontzettend grote looping. Wat een vaart, jongens. Oh, lekker. Houdt die vaart erin. Hij heeft echt een heerlijke vaart in zijn achtbaan. Wow. Kijk, dit is lekker. Als hij deze vaart inhoudt, dat is gewoon perfect. Hij gaat net niet over de kop. Ja, dit is echt goed gedaan hoor. We gaan wel over de kop. Ja, het was een soort twijfelgeval. Gaan we over de kop? Ja, we gaan 2 keer over de kop. En nog een kurkentrekker. Komt er nog één? Ja, nee, er komt geen één. Er was er eentje. Nou, zit er echt wel genoeg in. Ik denk dat we nu al bijna bij het einde komen van de achtbaan. En zoals ik inderdaad voorspelde, heeft hij netjes de remmen. Houdt hij nog een vaartje erin, het einde. Leuk, zo gedaan. Ja, ik vind het. Ik ga even doorheen vliegen, want ik vind het wel een hele... Ik vind de layout, ja, het kan op zich wel. Als je hem zo kijkt, ziet het er best wel gaaf uit. Ja... Sommige gedeeltes waren misschien wel een beetje saai, vond ik. Dat het echt heel erg recht. Het is allemaal een beetje. Het zijn allemaal. Ja, het zijn allemaal laagjes naast elkaar eigenlijk, hè. Maar toch een hele soepele achtbaan layout. En toch wel echt een hele goede achtbaan ook. Kritisch kijken, hè. Kritisch kijken. De derde en laatste achtbaan die we gaan doen is de Ninja. En dat klinkt gelijk weer zo. Ja, zo'n spectaculair Ninja, hè. En we zitten in de Ninja. Het is een rode achtbaan. Weer een rode achtbaan. Vorige keer had ik ook afgesloten met een rode achtbaan.
en witte ondersteuning kan ik me niet meer echt herinneren. Maar hij ziet er wel heel erg looping-achtig uit. Ik weet niet, wat ik hier allemaal zie is echt dat het best wel ik denk dat we heel langzaam over de kop gaan dadelijk. Dat hij gewoon niet zoveel speed heeft, deze achtbaan. Maar ik kan me vergissen. Toch wel speed. Oh, dat voelde niet lekker. Au. Oh, die stang. Oh. Wat raak je toch? Nou, ik vond dit toch wel iets een beetje de mindere achtbaan van de drie. Omdat deze dus... Ik vond hem niet zo... Ik vond het een beetje schokkerig af en toe, ook bij de loopings en zo. Had een paar knikjes in de baan ook, dat ik dacht van, nou, ik heb voor hier dat knikje hier zo. Kijk, ja, je merkt het gewoon tijdens de baan dat hij niet vloeiend was. En ik denk dat hij ook een beetje te compact is gemaakt, waardoor hij dus eigenlijk die knikjes krijgt. Maar het is wel een hele leuke layout. Ik vond de eerste achtbaan het vetst. Ik weet niet wat jullie vonden, maar dat kan je in de comments zetten hier beneden. Jouw mening, welke achtbaan gewoon van deze drie de beste was voor, in jouw ogen. En vergeet geen like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. En zie je volgende keer terug bij een nieuwe No Limits Coaster video ding item. Doei doei!